bij de dames. Vandaag een drukke dag heeft en zit Marco Klammer in drie ronden nu. We zien er nog wel een mondje daarbij zitten. Leon Sanderman. Ja, de man in vorm, ik noem nu hem al. Hij was vorige week ook al uitstekend. En dat geldt natuurlijk ook in het bijzonder voor Wim op de dames stap in de 373. Dat is ook zo'n man die nooit mag vergeten. Wim op de outside laden. En daarachter hebben we Jan Paalman, André Pletten. De volgende twee duo's. Jan Paalman, ja, en erachter op een klein gaatje Keimersteen. Vorige week een geweldige finish daar in Nijmegen. En Erik Bocht probeert ook nog een ruime bocht te lopen. En op het dus naar de twee mannen daarin voor. We hebben dus drie tweetallen in voorbij zien komen. Vooraan dus Leon Sanderman en Wim Otte. Daarachter hadden we Keimersteen, dus Erik Borst, Jan Paalman. Dat zijn allemaal namen die natuurlijk straks ook in de tweede ronde nog weer eens voorbij kunnen komen. Vooraan is Sanderman en Wim Otte. Zij hebben, zou je kunnen zeggen, het rond in het kruidvat gestoken. Martijn van Goor. Hij start nummer 362. Ja, één over de curbstone zie je, van die bocht is scherp. Ze komen nu met grote snelheid van die trap af. Ja, man in de grote klasse al was in de Trans Alpine Run. Een grote kaart eruit. Maar hier weer erbij. Mooi voor de man bij mijn vertel dat hij hier helemaal goed is in deze wedstrijden. Overhoring begint. Ho, even in de ho-houders. En dan maar weer aantrekken voor de volgende zijde. Dat geldt ook voor deze stratenmaker. Het uitslag nu al controleren dat de bestrating hier verderop wel aardig is. We starten met 403, Jeroen Boenhoff uit Bonhoff uit Zwolle. Ook in deze wedstrijd is in de eerste ronde. We starten met 46. Sebastian Boertien, ook vorig jaar wel bij. De man van Haag had dat niet. En dan hebben we Rob Zwartjes van Loodpoel 2K. Ja, waar is dat nu? De vrouw die erbij was in de marathon van Brussel. Vandaag dus in grootste vorm. Mariska Boete heeft al een kleine voorsprong opgebouwd op de nummer 2 in de wedstrijd. Dat is Anita Valen, de Vries van PEC. Dat zijn de mannen die we vooraan hebben en de dames dus. Brigitte Bandelen hier op een derde positie. Vorig jaar de winnares hier van de wedstrijd. En Jimmy de Vries zagen daar ook voorbij komen. De man die we natuurlijk kennen van de regionale wedstrijd op een vierde plaats hebben Anne van Schuppen hier. Met startnummer 370. Ook bij de dames dus een sterk deelnemersveld met een mooie competitie. Ria Wijnberg uit. Ja, dat is wel. Ook een talentvolle afleider. Maar met name de wedstrijd. En met grote regelmaat op het podium. Martijn Dekker uit Dalfsen. En natuurlijk ook veel ervaring in deze groep. Met Herman Dries. Ja, weet ik. Ook met de dames zitten het allemaal nog dicht bij elkaar. Vijf dames zo in de eerste ronde die hier al voorbij hebben gekomen. Er is ook veel competitie daar in het damesveld. We hebben vooraan Leon Sanderman hebben en Wim Otte, de prijsvechter, de prijsloper uit Zuidlaren. Met startnummer 76 hebben we Pieter Stoeten uit Dalfsen. En natuurlijk deze marathonloper is Dirk Koning van de loopgroep uit Ruinerwold. Peter Hasper, die kreeg deze tijd van oude, maar nu is hij helemaal eens perfect voor de dame die op de marathon zo vreselijk goed is. Maar is ook al goed bij het kampioenschap van Nederland op de marathon dit jaar in de Fortis Rotterdam Marathon. Stond op het podium bij het Nederlands kampioenschap Masters. Zij is uitstekend. Jan Timmerman, de stad nummer 87, vorige week een persoonlijk record in de diepe hel 100 bergloop. Met andere woorden, in vorm voor dit soort wedstrijden. Met 70, Gerald Winkels uit Zwolle. En de volgende dame in deze wedstrijd waar we dus veel dames zien in een competitie die ijzersterk is. Met Manon Herbert, Saskia Beckhuis, ook voorbij. En ook daar dus heel veel dames die elkaar bekomen. Een mooie heerplaats. Margriet Stadion van Hoogvliet PK. Ze komen de trap af met Cole van Kuik van Sprint Breda.
U ziet het, het is een mooie groep hier. Allemaal in de eerste ronde. Nog twee toeren te gaan, mannen. Nog twee ronden. Twee loodzware en ook zo uitdagende ronden hier. In deze derde vorm van Leeuwarden. Sinds 2004 dus op de kalender. Deze unieke wedstrijd. In het damesvel. Met start nummer 83. En dan Katie van Eschoten van de Hogeveense Atletiekclub. En de volgende dame is natuurlijk Antine van der Vecht. Ja, je kunt zeggen van de groep, maar dit keer is de dames werkelijk eindbestemd. De winnaar is van de Goed, nou zitten we mooi met al die mensen mee. Ja. Een grote naam in het veld, op hier, op weg naar de tweede ronde. Gaat inderdaad om drie ronden. Ja. Mark van Es is de vraag die bij de finish van jouw dochter staan hier en die wil heel graag haar papa zien. Mark van Es! We starten met 46, Martin van der Veen uit Ruinderwold. In de eerste ronde, het gaat om 5,3 kilometer. Dat geldt ook voor Jan Kuipers en die mag de afloop zelf nieuwe hardloopschoenen meenemen. Want dat was weer al een prijs hier. De man van Spurkrachtentakken. Allemaal dus in de eerste ronde. En wedstrijd over geaccidenteerd terrein, zeggen we dan. En deelnemers geldt, maar ook veel dames hier. Ga door! De deelnemers prijs. Met ook Fokker, we zagen ook Noord Vuiver uit de Dalfse voorbij komen. Over deze 5,3 kilometer. Kom op, Bakker! Ja, moet je deze ook in mijn ja, nou? Het is niet zo warm. Meer. 172. Ook in de kleuren van die kaskaderen. We horen dan zeggen al meer dan 1500 deelnemers aangemeld. En al pas deze week de inschrijving is geopend. Dan rekenen we op bijna 7000 deelnemers op 17 april. De zondag 7 april op de start van de kaskaderen in Hogeveen. Hier hebben we ook een prachtige wedstrijd. Prachtig, twee mannen vooraan de hart met drie tweetallen. Vooraan Leon Sanderman en ook Wim Otten. En daarachter kwamen we weer twee. En onder andere Jan Paalman erbij. En die was een van haar vervolgers. En ook Erik Borg en die daar met Stevens. Zagen we ook nog een richt bij de snelste die eerste doorkomt vier. Ja. We stappen in 326, we hebben jullie de hulst van het raad. En stap nummer 117 is voor Anita links te maken uit Hellendoorn. Ze lopen allemaal de eerste ronde weer op weg naar nog twee ronden. En Mario Hoyer uit Zwolle voor die 10,8 kilometer. Met zowel bij de dames als bij de mannen dus een uitermate sterk deel in het veld en ook een spannende wedstrijd. Niets is al op is. Ja, moet je wel weer. Er zit al 15 minuten. Ja, 5. Nou binnenkomen, ja. Ja, ik neem hier zijn te krachten best mee te verdelen. Die is hier aan het eind de winnaar. Leon Sanderman in grootste vorm, ook weer op de vorige week zagen ook een uitstekende vorm in de diepe hel op de vergelopen. Ja, het is 10 voor 3. Vorig jaar, met 38 minuten en 50 seconden, daar met Duitsland en Rennie. Starten met 48 voor de homo-pop en voor Rob de Vries. Nog twee ronden erop voor jouw wedstrijd op de 10,8 kilometer. Ik vraag voor wat naar beneden. Ja, grote stap. Frank Everts is de vraag voor de finish. Frank Everts. Ja.
Team Hopte vorig jaar hier ook goed met een tweede plaats, 38 minuten en 18 seconden. Dus dat wordt een spannende strijd. Want vorig jaar wist de Leon Sander al achtervloed in de laatste tweede ronde. Nu lopen ze weer met z'n tweeën. Deze Wim Opte, de man van sportvereniging Veendam. Vorig jaar was Sander goed voor een derde plaats in uitslag.